Ja, het ging heel goed. We gingen naar die Hensie Heerenveen wedstrijd. Het was een succes, want we hadden een paar zwemmers die voor de eerst gingen meedoen bij de wedstrijd. En we hebben bijvoorbeeld hier Suche, die hier staat, die een challenge had genomen voor die 400 meter freestyle. En zij had het heel goed gedaan voor de eerste keer en de eerste keer meedoen aan de wedstrijd, had zij een bronzen medaille gewonnen. Heel goed. En ja, zoals ik zeg, er is, hoe zeg ik, die zwemmers doen het niet voor hunzelf of voor het team, maar er zijn een hele groep ouders die achter hen staan om de support te geven bij de training, dus niet alleen bij de wedstrijden, maar al de ouders komen hier op de steiger zitten en ze geven support aan hun kind. Dus het is heel goed om voor elke sport. Dus die ouders moeten achter hun kind staan. Want anders, ja, je hebt niks, laat ik zo zeggen. Ja, u heeft zoveel medailles en we hebben hier toch geen ideale zwemtrainingsplek. Hoe komt dat? Hè? Ja, je zei het net, het is misschien door die jongens die houden ervan. Ideale laat ik het niet zo zeggen, want dit is een ideale plek. Want het is bijna 50 meter of het is 50 meter. Maar alleen hebben we die startblok en die touchpad niet. Maar zoals ik al had gezegd, die support van die ouders en die support van die hele bestuur van die Delfin Swimming Club, ook mij support, dus om hun te pushen, om toch te gaan. Dus denk erom, we zwemmen hier, maar het is 50 meter en het is een verschil tussen zee en chloorwater, dus dat is wel een verschil, maar alweer, die support en die discipline die ze hebben, is heel goed. Thijsik, de tweede keer dat je meedoet, maar toch heb je het weer heel goed gedaan. Mijn tijden veel verbeterd en ik heb ook mijn High Point Trophy gewonnen, tweede plek. Ik zou zeggen dat ik veel beter voorbereid was. Ik heb sowieso de ervaring van de eerste keer en ook meer training. Bijvoorbeeld, we hadden een extra dag nog om te trainen bij die zwembad voor de wedstrijden zelf. En dat vond ik hielp ook met prestaties. Dus de extra start oefenen en touch en een keerpunt, al die dingen. Konden dus nog extra trainen. Dat was ook handig, ja. Hierna, ben je van plan om toch, laten we zeggen, professioneel te gaan zwemmen? Ik wil wel verder met zwemmen. Misschien is professioneel wel in zicht. Jouw eerste keer op een wedstrijd en je neemt een challenge van 400 meter freestyle. Hoe ging het? Het ging heel goed, want ik heb heel veel geprobeerd om mijn best te doen. En het is beter gegaan, want ik heb een bronzen medaille gekregen. En ik denk dat ik ga het meer beter doen de volgende keer. Je zwemt toch niet zo lang hier bij Delfin Swimming Club? Ja, ik heb ongeveer 1 jaar. Dus ik heb mijn experimenten. Hierna, wat ga je doen? Ik ga meer harder trainen om mijn tijd beter te maken.